We staan voor een hartstikke leuke zandbak. Die is van HMO. Wij zijn dit jaar 10 jaar oud geworden. Nou, om dat 10 jaar te vieren hebben wij deze zandbak nu hier in Almelo neergezet. Nou, wij vinden het hartstikke leuk om het op deze manier te laten zien. Omdat dit is wat je doet wat ons betreft om een stad leuker te maken. Maar je ziet eigenlijk dat er natuurlijk in Almelo hartstikke veel wordt gebouwd. En dat heeft maar één resultaat, namelijk dat de stad steeds leuker aan het worden is. De twee dames die daar staan met de viool gaan nu wat voor jullie spelen. Die gaan zaterdag ook spelen, want dan treden ze op in het Wilmingtheater in Enschede. Dan spelen ze de voorstelling La Bohème. Dat doen ze samen met de Nationale Reisopera. En zij zijn van Jong Sinfonia Twente. We zijn volop aan het investeren in de binnenstad, maar daar zijn we nog niet klaar mee. En we hebben nog een aantal grote projecten, dat doen we samen met jullie. En daar zijn we ook heel blij mee dat de HMO Almelo kan helpen en samen met de provincie. Dus ik hoop dat we, als we die zandbak hier straks weg hebben, dat we ook meer duidelijkheid hebben over de verdere plannen die we gezamenlijk gaan ontwikkelen. En ja, dat zal Almelo alleen maar goede dingen brengen. En dan zijn we geen zandkastelen aan het bouwen, maar hopelijk echte kastelen die Almelo verder helpen. En dan hoop ik dat tot die tijd de kinderen heel erg veel plezier hebben in deze zandbak. En dan moeten we volgens mij nu gewoon de kinderen laten spelen. En lekker de zandbak in. Er kan nog wel wat zand bij. Ja, nou, het werd ons aangeboden namens de HMO. Hè. En die in deze zandbak de komende maand allemaal leuke activiteiten organiseert. Onder andere met Koning Koos van de Zandkastelen die workshops kon geven. Kinderen kunnen hier gesminkt worden. Allemaal om de mensen hier in de binnenstad te vermaken. En bouwwerken te laten maken. Om te zien dat het gewoon leuk is om te bouwen aan de binnenstad. Ja, en daar zijn we natuurlijk blij mee dat de HMO dat in het kader van haar 10-jarig bestaan doet. Ja. Doen we een beetje van die. Ja. En dan doen we gewoon nog een